Okay, we gaan beginnen. Welcome to the lunch break. We are honored to introduce the newest research concept of the school called the lunch break. What is the essence of an art school? What questions should we ask our art schools? The lunch break is a research for the essence of the art school. 12 contributions today, mixed languages of Dutch, physicality, English, video, bearable silence, visuals, and more, as this is also a research on how to express freely in order to reshape the debate. It is 12 p.m. Central European time, a time chosen to include two new friends from somewhere in India. Next time, we will host this festival at our midnight in order to include other people and other voices around the world. We will do this 5 times to end 1 June. Maybe a bundling debate follows, we will see, it's an experiment. In order to have things run smoothly, only the participants of the movement of the moment have their sound on. I shall simply announce the next participant and switch swiftly to the next. If someone from the audience has a question to raise, it can be dropped in the chat and find its way to the recording at a later moment. Whatever will happen, we'll be giving playful energy to important seriousness. We have an hour. Let's start. We'll open the lunch break met een duel van Joelsten. In the ene hoek, Matthias, the darkness, Kuipers. Matthias is tegen een lerarenopleiding voor docenten kunsthogeschool. En in de andere hoek, Fee, the beast, verachtert. Fee verdedigt het bewijs voor pedagogische bekwaamheid voor docenten kunsthogeschool. Dit duel stopt na 5 minuten. Of bij verlies van bewustzijn. Okay, we gaan. Het geluid moet nog aan bij V. Het geluid moet nog aan bij V. Debat. Misschien een goede customer zet. En je kunt dat goed overbrengen naar jongeren. Ja, maar dat is het hele ding, hè. Het kunnen overbrengen. Maar als je het niet kunt overbrengen. Nee, je goede leerkracht, hè. dan moet je dus een leraar opbrengen. Dan laat je het proberen. Ja. Als je video's kunt schrijven en zo. Dan, Ja, het gaat over het leren, het overbrengen aan.
Ja, maar dat is dan een fout aan de opleiding. Dan, dan fout. Je kunt kennis hebben. Ja. Als je niet kunt overbrengen of dan nog je passie is de passie waarmee dat je dat doet belangrijk voor mij. En volgens mij komt dat overbrengen ook mee met de passie. Als je dan de feedback krijgt, de juiste feedback, en ze weten niet hoe ze het moeten geven aan mij. Ik denk dat je dan vooral moet anticiperen op de kunstenaar en wording. En dat je daar moet anticiperen op die, hoe dat je met feedback om met bepaalde feedback omgaat, dat is dat belangrijk. De docent. Nee, hoe dat de docent feedback geeft, en dat voor iedere leerling dan verschillend is. Oh, die het feedback Oh, hell. Het duel is gevochten. Desktop. We gaan over naar. Even kijken. Milan Gejaert. Kijk.
Oh, ik ben hier al niet. Pablo? Just dropping in. Hallo? Hallo? Dan moet ik lesgeven als je niet terug praat. Oh, sorry. Ik drop gewoon binnen. Ik had inderdaad een uitgelopen meeting, dus ik weet niet of ik te laat, op tijd, achterhaald of ik weet niet wat ben. Dus... Wie is het? Goed, met u? Ja, ook in mijn vroege zetje. Sorry? Wie bent u? Hallo? Hallo? Oh, sorry, Janne. Oh, ik ben door. Ja, ik snap het. Sorry, mijn hersenen zijn nog in de andere vergadering. Wie bent u? Ik ben Milan. Degene van wie je net een video hebt gezien. Ik hoop dat u ook iets aan het doen bent nu. Want anders zit u niet aan het leren. Ik val net binnen, Milan. Dus ik heb alles gemist. Dus ik loop achter. Want ik zag inderdaad... ik had nog een uitgelopen meeting. Dus ik heb... Alles waar je de video heb ik helaas gemist. Dus ik drop gewoon binnen. Ik hoor alles. Doen en luisteren tegelijkertijd. Je mag niet enkel aan het luisteren zijn. Dus je moet ook effectief bezig zijn op het moment. Oké. Met bezig als een zijnde in de allerbreedste zin van het woord? Of moet er ook nog een functie bij zijn? We gaan over naar Lieve Segers en een mystery guest. Even unmuten, Lieve, en dan kunnen we u volgen.
And we continue. Our journey goes now to somewhere in India, where we will invite Rashi Nigam to raise two questions. Rashi. Hi, everyone. Welcome. So I have, thank you so much. I have two questions. The first is very fundamental. It is about how art is a very creatively fulfilling process. Creating art, creating anything with your two hands is a very soulful and fulfilling process. Then my question is, why have we not been able to democratize this feeling? So if, even more than children, working adults can use this experience a lot more to save their bad day maybe, a long day after work. Why is it that none of my parents have held a paintbrush in their hand, maybe after their school ended or after their college days ended? Why does the creative process start there, stop there? And it does not go on to the common households for adults, for non-artistic people also. And art is not flourishing out there as a form of expression, but rather just as something that people who excel in do, or people who think can excel in do, instead of just using it as a tool for freedom and expression. So what can we do about that? And the second is, since all of you are creative people,
You must have faced a question a lot of times while dealing with clients that your art does not look so good or your work is not so cool. I recently heard that this work does not look so cool. And I thought to myself, what kind of a feedback is that? Like, what is not so cool art? And what is cool to me? What is not so cool to you? What is good to me? What is not so good to you? So how do we make this nomenclature standard? How can we educate people in talking about art? Just like you learn mathematics, you learn quantitative aptitude, you learn verbal reasoning. Is there a way we can also develop this as a skill, critical appreciation of art? Those are my two questions. Thank you so much. And for the sake of creating some equality and to let these questions also reach out to some people in India who might not understand English, I will repeat these questions in Hindi. So my first question is that why is art not available in our daily life? So when we use art, what is it available in our daily life? तो क्या एक कलाकार ही कला को यूज कर सकता है क्या हम रोज की जिंदगी में खुद खुद को एक कलाकार मान करके उसको एक अभिव्यक्ति का जरिया बना सकते हैं तो सिर्फ एक बच्चा ही क्यों पेंट करे सिर्फ एक कलाकार ही क्यों पेंट करे क्या हर कोई पेंट कर सकता है क्या हर कोई अपने दो हाथों से कुछ बना सकता है और दूसरा सवाल यह है कि हम कला की भाषा को कैसे सब तक पहुंचाएं तो कैसे हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं हम एक दूसरे की आर्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा कैसे हम आर्ट को ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं थैंक यू सो मच धन्यवाद थैंक यू राशि वी कंटिन्यू एंड वी गॉट न्यू नार यानस वन आर्कल एंड विलेमेन बेस्टमन वेलकम Ik denk dat Janne zijn scherm gaat delen. Yes, ik ga nu mijn scherm... Oh nee, ik mag mijn scherm niet delen. Pablo, mag ik mijn scherm delen? wacht, even kijken. Kunt je het nu? Yes, perfect. Oké. Iedereen, welkom bij het Spargala 2021. Woo! Voor deze gelegenheid heb ik de verdedigend kampioen Willemijn Besteman uitgenodigd. Dankjewel. Willemijn heeft een andere opinie dan ik over educatie. En daar zullen we dan ook vandaag mee bezig gaan in 8 ronden. Ik zal nu direct de timer starten en dan kunnen we doorgaan naar het eerste topic. Ja. Goed. Oh, Willemijn. Stand van zaken. We gaan het even hebben over onszelf. Want eerst story of yourself, daarna komt de rest. Over mijn opinie of waar ik sta. Ik ben in het derde jaar van een kunstacademie in Rotterdam. Sommige mensen weten dat. Eén iemand anders weet het ook in deze groep. Derde jaar, ik loop stage bij een vrij commercieel reclamebureau. Want als je in de kunst geld wil verdienen, dan ben je een beetje geforceerd om toch de reclame in te gaan. En ik dacht dat ik het niet leuk zou vinden, maar ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Verder ben ik bezig met pottenbakken, dat vind ik heel leuk. Verder, wat ik niet eens ben met school, we hebben les van veel witte mannen. Dat zie je ook qua docenten, dus veel witte mannen. Ik zie mezelf niet terug, ik zie vriendinnen niet terug in het docentschap. En nu gaat Jannes. Dankjewel Willemijn. We hebben een 10 seconden restperiode tussen iedere ronde om even te recapoeren en je zin af te maken. Goed, overgaan naar mezelf. Ik loop stage bij de school. Dat is een bijzondere plek in dat men eigenlijk vrij vrijgelaten wordt in wat men precies doet. En dat is dan ook het standpunt wat ik zal verdedigen vandaag. Want ik ben van mening dat je
leerlingen niet te zwaar in een keurslijf moet forceren. En dat je, als je daadwerkelijk goede kunststudenten wil produceren, dat je die mensen moet helpen in zichzelf te ontwikkelen. En deze ontwikkeling kan zo breed zijn als sporten, koken, whatever. De kunst van het leven, dat leidt dan daadwerkelijk naar een betere practice, een beter zijn. Dat is mijn opinie. Willemijn denkt daar iets anders over. Misschien iets praktischer, iets commerciëler. Ik ben zelf in de geprivilegeerde positie dat ik eigenlijk nog nooit me zorgen heb moeten maken over de vraag, krijg ik wel te eten vandaag? Dus vanuit die positie zal ik dan ook proberen om te rechtvaardigen dat men vrijlaten ook daadwerkelijk werkt. Wat misschien wel een beetje een paradox oplevert. Goed. Docentschap. Ik zal deze ronde beginnen. Dat wordt aangegeven met mijn eigen iconisch gezicht hier. En mijn lichaam, uiteraard. Terugkomend op mijn standpunt. Ik denk dat het docentschap in het hier en nu een beetje achterhaald is. Ik denk dat docentschap op een manier ook een beetje oneerlijk is. Ik denk namelijk dat je als mens niet zomaar jezelf boven een ander mens kan stellen. Natuurlijk is dat de rol van het docentschap en is het wel fijn. Als iemand een beetje een idee heeft van, nou, dit is ongeveer wat we moeten gaan doen. En nou, stel dat we dit nou een keer proberen. Of kijk een keertje hiernaar. Ervaring is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk dat in deze tijd het docentschap eigenlijk een beetje aan het verloederen is wat dat betreft. Men mag best iets eerlijker zijn, men mag best iets onzekerder zijn, ook in het docentschap. Dat mag best meer een kameraadschap zijn, zo gezegd, een collegiaal iets. Men mag best samenwerken met de docent, in mijn mening, want ik denk dat je daar veel uit leert. Iets wat we ook eerder zagen in het filmpje van Milan. Maar goed, mijn mening is dus dat het docentschap eigenlijk moet worden omgevormd naar een mentorschap. En de timer runt uit. Willemijn? Grotendeels mee eens. Docenten zijn nu op een hiërarchische positie hoger dan de leerling in sommige gevallen, veel gevallen. Daar ben ik het inderdaad niet mee eens. Maar als je het te persoonlijk maakt, heb je ook, misschien ook omdat de klassen vrij groot zijn, het geval van favorietjes. Dat merken wij misschien ook wel in de klas waar ik in zit. Sommige docenten wel een beetje favorietjes hebben. Dus om het, daar moet je wel een goede middenweg in vinden, dat je niet voorgetrokken wordt. Want dat is nog wel een dingetje. Als je te persoonlijk gaat of te kwetsbaar, dat het misschien, dat iemand anders wordt voorgetrokken dan de rest. Ik weet niet hoe Jannes daarnaar kijkt met voortrekken. Ik denk dat het een kwestie is van een synergie. Met de ene docent ga je wel goed overweg en met de andere niet. En dat is dan de rol van de institutie, om die goed te koppelen. Om de juiste mensen bij de juiste mensen te zetten. En de ene heeft een andere aansporing nodig dan de ander. Ja. Goed, je hebt nog een seconde, Willemijn. Oh, oké. Okay. Wat je zei over dat het persoonlijker mag, echt heel erg mee eens. Ik kon om je zin af te maken. Ja, nee, want wij stellen ons heel kwetsbaar op met onze kunst. En eigenlijk wil je dat ook terug. Je verwacht dat terug van een docent, dat hij zich ook, of zij zich ook kwetsbaar terugzet. Lessen. Dat is lastig, want hoe geef je eigenlijk les in kunst? Wat is kunst? Geef je alleen maar voorbeelden van wat al gedaan is? Ga je voornamelijk begeleiden? Ik weet dat Jannes hier een ander standpunt voor heeft, maar ik heb best wel veel gehad aan de lessen die wij hebben gehad, door voorbeelden te zien van hoe andere mensen omgaan in kunst, of hun struggles laten zien. Dus klassiek lesbeeld. Ik vind dat niet heel erg. Het zou voor mij gewoon meer mogen. Wat vind jij, Jannes? Ontbrak het daaraan voor jou in je afgelopen opleiding? En zo ja, hoe zou je dat dan nu anders doen? Ik had eigenlijk wel wat meer gehad willen hebben. En ook wat meer kijken naar niveau. Bijvoorbeeld met lezen ligt het bij mij veel echt op een niveau wat ik niet zou kunnen. Wat ik niet echt zo goed kan lezen, waardoor ik heel veel frustratie ervaar. Dus met les meer kijken naar de individu, maar nog wel in een soort van klassieke lesvorm. Alright. Mijn mening rondom lessen is eigenlijk, ik denk dat we educatie misschien moeten tinderfyen. Dus dat is op basis van wat wil ik. Ik weet niet. Even een korte introductie van Tinder. Tinder is een app waarbij je zo mensen liked of disliked. Goed, swipe je iemand naar rechts, vindt iemand jou ook leuk, krijg je een match.
Zo denk ik dat we ook wat meer om moeten gaan met educatie, met specifieke onderwerpen, met specifieke workshops, met van alles en nog wat. En dat dan veel breder trekken. Dus dat ik ook een workshop kan volgen die er bijvoorbeeld bij een beeldende opleiding zit, uit mijn advertisingopleiding. Nou, is dat op zich al wel zo dat veel kunstopleidingen daar wat rekbaarheid in hebben, maar het mag van mij nog veel extremer. We mogen veel gevarieerder, want ja, eigenlijk is een richting kiezen niet eens heel relevant. Is het niet heel goed als je wel begint in het eerste jaar met een basis? En dat je daarna misschien gaat tindervaaien? Persoonlijk vind ik van niet. Maar ik denk, veel mensen die komen bij ons bijvoorbeeld van het HBO. En als je dan direct moet kiezen wat je wilt, weet je eigenlijk wel wat je wilt op die leeftijd. Goed, en dat brengt ons dan ook direct naar de toekomst. Zo gezegd, een van de dingen waar ik heel veel mensen over hoor in het kunstonderwijs is, ja, en dan heb ik mijn papiertje, maar wat moet ik daar dan mee? Want ja, er is niemand die toch kijkt naar je kunst, baccalaureate. Dus uiteindelijk gaat het toch om je ervaring die je dan opdoet. Daarmee zou ik graag een punt willen maken voor een in principe ongelimiteerde kunsteducatie. Waarom moet dat per se 4 jaar zijn? Waarom kan dat niet een institutie zijn waar je aanklopt op het moment dat je mentorschap nodig hebt? Op het moment dat je iets wil leren. Waarom moet dat een specifieke periode zijn? Dat is vaak gelinkt aan een beeld dat je uiteindelijk aan de slag moet in een baan. En dat je in een cursuslijf moet gaan zitten. En dat hoeft van mij niet. Ik denk dat onze instituties qua kunst ook veel breder getrokken mogen worden. En daarmee ook veel toegankelijker. Waarom niet een week studeren? Waarom 4 jaar? Dat is best lang. Ja, dat vind ik een heel leuk idee, maar hoe ga je dat praktisch doen? Advocate of the devil, even. Want wij, zeg maar, een HBO-papiertje komt vanuit dat de overheid dingen heeft gezegd. Nou, je moet dus dit kunnen, dit kunnen, dit kunnen, dit kunnen. Als jij zo'n papiertje wilt halen binnen een week, dat kan niet. Dus dan ga je waarschijnlijk los. Of, nou, misschien kan het wel, maar ik zie het niet zo snel voor me. Dus dan ga je waarschijnlijk loskoppelen van het hbo-stramien of van het hogeschool-stramien. En dan, misschien word je dan wel een private school. En daarmee heb je dan weer het probleem dat het waarschijnlijk duur wordt, want dan krijg je geen steun van de overheid. En als het duur wordt, dan krijg je wel veel één soort mensen die dat wel kunnen betalen. En intrinsieke motivatie, Willemijn, wat heb je daar een gevoel bij? Intrinsieke motivatie in school? Ja, binnen eigenlijk het leven. Je hebt zo je specifieke dingetjes die je leuk vindt om te doen. En die wil je dan toch ook wel graag delen. Ah shit, we zijn bijna out of time. Wat betekent dat de knockout? Oh nee, hij is weg. Oh, daar is hij. De knockout. Ja, heb je nog een eindstatement dat je wil maken? Dat de kunstschool heel ingewikkeld is om te veranderen. Maar dat er wel verandering moet komen. Dat als ik kijk naar mijn medeleerlingen, dat ik ook wel ruimte zie dat het gaat verbeteren, maar ik zie dat nog niet terug hoger op. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er over een paar jaar uitziet, wanneer meer vrouwen er meer in zitten en meer mensen van kleur. En daar ben ik benieuwd naar. Maar ja, het moet nog wel allemaal praktisch passen, want het moet niet duur worden, want dan kan ik het niet meer betalen. Dat is fair. Ja, jij noemde het loskoppelen van de HBO en de kunstacademie. Dat is eigenlijk mijn knockout statement. Dat moeten we precies gaan doen. Want kunst is niet in een kurslijf te passen op die manier, in mijn mening. Merci. Jij vindt het niet erg als het dan een private school wordt, die misschien wel heel duur is. Maar die hoeft dus niet duur te zijn. Dat geloof ik, dat zichzelf ook wel oplost op een bepaalde manier. Ja, op zich zou kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan zou gebeuren. Ik weet dat de overheid heel veel steun biedt, namelijk aan de scholen. Ja, ja. Ik ben benieuwd. Yes. Ik zie het niet zo voor me, maar oké. Ik heb genoten van onze sparsessie hier. Dank, Jannes en Willemijn. We gaan over naar de aangename stilte van Sebastian. Sebastian Ferran. Sebastian, je mag unmuten. Goedemiddag. Ik ben al. Ik heb een paar vragen geformuleerd die vrij en open mogen besproken worden in de chat of met de microfoon. Maar ik stel gewoon vragen en ze mogen vrij
beantwoord worden of over nagedacht worden, is ook al goed. Waarom bestaat er een hiërarchie tussen leerling en docent wanneer we weten dat beide partijen gebrekig zijn? Ja, misschien heeft Rico in de chat wel een punt dat het uit klassiek onderwijs gaat. Gewoonte. Gewoonte, ja. Ja, ik denk ook vooral uit traditie en gewoonte inderdaad, omdat scholen zijn al zoveel jaren zo en verandering is gewoon moeilijk en niet onmogelijk. Maar ik denk omdat school, ja, mensen, het werkt, denken ze, dus waarom moet het veranderen? Maar moeten we naar school gaan om te leren? Is het leven niet een leerschool op zich? Waarom moeten wij op de banken gaan zitten en luisteren naar iemand die op zich wel meer ervaring heeft in het leven, maar iedereen heeft andere ervaringen, waardoor ze ook andere wijsheden hebben? Wat het mooie aan school, het woord school, is dat het vrije tijd betekent. Ja. Ja, maar sommige mensen passen niet binnen een schoolsysteem. En binnen onze maatschappij worden we bezien dan als mensen die falen. Als je geen diploma hebt of geen afgerond studie. Terwijl als je de drive wel hebt in het leven en je bent heel ambitieus, dan ben je toch wel nog wel volwaardig. En je leert elke dag door ervaringen, door tegen de lamp te lopen. Ja, school stopt ook zeker niet na 4 jaar, hè? De vrije tijd blijft doorgaan, hè? Maar dat is een algemene kennis dat je meekrijgt, maar dat is maar heel oppervlakkig, naar mijn mening. Mm-hmm. Omdat binnen een schoolsysteem moet je op zoveel dingen tegelijk letten dat je focus heel beperkt is op alles. Dus je kunt nooit alles goed doen. Je moet alles gewoon slagen. En alles, ja, gewoon zien dat het oké is. Er wordt niet meer gestreefd naar perfectie. En ik vind dat perfectie iets gewoon is om naar te streven. Dat bestaat ook niet, maar er naar streven is al goed genoeg, vind ik. Nou, als perfectie niet bestaat, hoe kan je er dan naar streven? Ja, je streeft toch ook naar bepaalde dromen die je hebt. Die komen ook niet altijd uit, hè? Je moet soms streven naar iets dat niet af te ronden valt. De schoonste dingen in het leven die je kunt... Allee, de schoonste doelstellingen die je kunt zetten, zijn doelstellingen die nooit eindigen. Want als het eindigt, dan is het gedaan en dan valt je. Want als je een doelstelling behaalt, dan moet je een nieuwe doelstelling opstellen. Dus eigenlijk is het beter om een doelstelling voor heel je leven te stellen waar je nooit, vanaf zult geraken. Dat je altijd kunt blijven gaan, altijd blijven voortgaan. Ik denk dat er een soort... Ja, ik zeg niet gewoonte of zo. Maar heel veel mensen na het hogeschool dan komen op een bepaalde leeftijd die beginnen denken aan kinderen en settelen. En meestal gaat een kind denk dan de doelstelling overnemen en je vrije tijd eigenlijk niet afnemen, maar bepalen. Waardoor het soms niet meer de tijd hebben om eigenlijk in school vrij te kunnen denken. En zit je eigenlijk bijna verplicht om werk te hebben om te zorgen voor je kinderen. En dat denk ik ook de laatste jaren een beetje moeilijk zijn lopen, omdat veel mensen veel later kinderen krijgen. Er zijn ook veel meer mensen op onze leeftijd die eigenlijk nog steeds een school nodig hebben. Constant, om ons ook in de vrije tijd bezig te houden. Ja, maar dat is het spijtige, dat school inderdaad nodig is. Niet dat school iets slecht is. Dat is inderdaad voor mensen die... overtuigd zijn, maar ik denk dat het mogelijk. En te weten, omdat de schoonheid zit erin dat alles is mogelijk. De wereld is zo groot en er zijn zoveel mogelijkheden. En dat je zo in één richting kunt denken, dat vind ik heel tragisch. Ik heb maar de helft kunnen horen. Je waart een beetje weg aan het vallen. Dus ik kan niet antwoorden. Ik denk het net omdat je spreekt over dat het groot is, zo groot, dat dat net een angst is. Ja. De mensencontrole wil op een of andere manier. En dat,
Ja. Dat je dat terugvindt in een soort kapitalistische, waar dat je dan... Ja, maar je moet ook je angsten kunnen overwinnen. In de zin van, het is een groot beest, het leven. Het is iets machtig en je kunt iedere keer neervallen, maar je moet altijd weer opstaan. En je moet de moeilijke weg pakken, de pijn, want daar leer je het meeste. Koenraad Hinnekind zegt, wie bepaalt wat gebrekkig is? En wat betekent dat voor de vraag, Sebastian? We denken erover na, terwijl we naadloos overgaan naar Jeroen Bouwerijks. Een bijdrage vanuit Rotterdam. Member of the board, executive board, coordinator, educational manager, chair, director, technical assistant, secretary, creative director, staff, lector, associate lector, head teacher, researcher, diversity force task manager, PhD, researcher, head of department, dean, vice dean, PR manager, head of finance, HR manager, transition manager, head of education, education agency employee, head of workshop, operational manager, member of the work council, supervisory board member, employee, accountant, receptionist, instructor, shop assistant, librarian, canteen staff, head of study and student counseling, head of research, teaching staff, member of the student council, facility manager, fit manager, faculty member, non-educational staff, artist, designer, theorist, curator, cleaner, caretaker, teacher, MFA, MA, BA, student, ? Of course, lunch break, Jeroen Bouwerijks, the 1st of April, 2021. Thank you, Jeroen. We will now continue to a contribution by Bettina Breuder. Let me see. Bettina Breuder, Osnabrück University.de sent me an email via this morning. Initially, I wanted to invite some. Wait, I have to change this. I wanted to invite some friends from OZ, Australia, Sydney, for the Zoom meeting today. All of them are also involved in teaching and lecturing at art schools and universities in Australia. However, it seems like it does not make a big difference if you are involved in art. Wait, let me see. If you are involved in an economic school system based on tuitions like US, Australia, Great Britain, etc., or if you are in are within a public supported system as we have it here in Germany. It seems like the different issues and concerns, money, time, efficiency versus creativity, imagination, experiments beyond conventions and with failures, but also muse and joy, solidarity, mental health, are competing with each other. And unfortunately, the calculable concerns seem to be stronger and more valuable. I suspect that we all do not have the time and capacity to step back
to look at all these wicked issues from a distance to understand their entanglements and mutual dependencies. I also observe that it always needs time to look behind these entanglements to understand them. So, even as a student, I would not have the time and capacity to understand the deeper issues and problems of our educational and socio-psychopolitical system. To see through it, it needs time. So I submit here a short conversation via WhatsApp with one Australian friend, which describes the situation. You are welcome to read it to the other participants of the lunch talk today. Hi, Pete. This is B from Germany. How are you? Hi, B. Excellent. Nice to hear from you. Are you up for a Zoom talk this Thursday, lunchtime, with some art friends in Belgium about art schools and their future role, possibilities for new dialogues and debates? Schools and unis do not have a future here. For example, my position at uni got cancelled because of financial and administrational mismanagement. I started moving toward commercial work, more honest work. Are you joking? This world is messed up, not only educationally and commercially. It would be great to meet for a picnic in Balmain Park to invent new directions, new planets, new dreams. The uni here is rugged. Heaps worse than the commercial world now. They are pretty much real estate developers. So, dear Pablo, if you ask me with what questions art schools in general should be engaged with and work on, I suggest it is the question, what is important? What is worth to be communicated? I wish for an engaged and well-informed exchange with and through artists, lecturers and students to be able to understand the wickedness of systems and to be able to develop experiments, ideas and responses which have a concept behind that overcomes existing conventions, expectations, entanglements. I think your project to school is a good example for these new approaches. Now I'm curious what comes out of the lunch talk today. Keep me posted. I am up for more. Cheers, Bettina. We go now smoothly over to Luisa. Luisa Soipi. Hello. So I will try to share my screen. You tell me, Pablo, if it works. Yeah, I did see something changing. Oh no, wait. Now it's, yeah. Yeah. Okay. Is it, has it changed? Do you see my? Yeah. Okay, good. Hi everyone. My name is Luisa and I'm a visual artist from Germany. Originally, I'm from Chechnya. It's a country in the North Caucasus, at the very border of Europe. And my question today is connected to this country. A little background of Chechnya. Chechnya has been in war the last 300 years. It has a long history of especially war with Russia, a history of genocide and total destruction, and is today officially a Russian colonized country. During the Soviet Union, I think everyone knows about the Soviet Union, Chechnya was denied any chances or opportunities to develop and evolve their culture and especially their artistic affairs. So fast forward to today, I was wondering if we have a ground zero, which I call Chechnya, without a previous fine art education program and where there is left a lot of to catch up, if facing this context where an art school is a necessity, how should this school be designed better? And that's it for my question. Thank you, Luisa. You can stop sharing now.
In the planning order, Rajesh Kalshi was meant to raise his question, possibly misunderstood the summer hour of Europe. We will see him either later or later next time. We go now to Henrikje van Dijk. Henrikje, welcome. Hello, everybody. I'm sorry I cannot do it in English. I was a little bit late with working out. So I'm sorry. Next time will be better, I hope. Ik vind het heel interessant om de opvoedkundige rol van een kunstacademie te bevragen. Omdat ik denk dat je, wanneer je op een kunstacademie terechtkomt, als mens heel erg verandert. Ik merk dat zelf aan dat ik anders naar de wereld kijk. Ik heb een ander soort schoonheidsoog gekregen. Ik heb een andere manier gekregen om dingen op te laten vallen of mooi te vinden. En daarom heb ik een klein stukje geschreven. De kunstschool is mijn moeder. Ze maakte me tot wie ik was. Ze gaf me ogen waarmee ik nu naar de wereld kijk. Mijn lach, mijn tranen, mijn gevoel, mijn smaak. Mijn huis, mijn veilige plek waar ze me opving als ik viel. Een zachte landing, een droevige kus. Ik zwaai naar haar en ze zwaait terug. Ze voedde me op, maar legt mij op een dag te vondeling. Op de drempel van de academie lig ik daar dan, weerloos, alleen en koud. Ik wil graag de opvoedkundige rol van moeder kunstschool bevragen. Wie is zij? Wat maakt van haar een kundige moeder? En hoe kan zij, zoveel moederliefde, mij ooit in de steek laten? Hoe leert zij mij een goed kunstenaar te zijn? Ze moet me nog zoveel leren. Hoe moet ik mij verhouden tot de wereld als kunstenaar? Mooi, dank u. Dank u, Henrikje. We zullen Rajesh uitnodigen voor de volgende sessie, die binnen 15 dagen gepland is, op middernacht. En we gaan eruit met een laatste video van mij en een laatste vraag. Thank you everyone for contributing, being here, raising questions. See you next time. Tot de volgende keer. Thanks for having us, Pablo. Bye bye. Bye bye. Ciao.